Verschillende gezondheidsinstellingen hebben op woensdag 18 mei 2022 in totaal 12 ambulancevoertuigen in ontvangst mogen nemen. De regering komt hiermee de capaciteit van de gezondheidssector op een adequate manier tegemoet. De overdracht van de voertuigen vond plaats op het terrein van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, waar ook president Chandrika Prasad Santokhi aanwezig was. Het staatshoofd legde de nadruk op het verbeteren van de gezondheidszorg. Vandaag is een bijzondere dag voor alle gezondheidsinstellingen. Ambulances hebben een brugfunctie van de zorgverlening naar de gemeenschap toe en tussen zorginstellingen. Middels ambulances kan de zorg in heel vroeg stadium naar de patiënt toe worden gebracht en kan de continuïteit van zorg tussen instellingen gewaarborgd worden. Gedurende de COVID-periode hebben de ambulances van haast alle instellingen around the clock gereden. Maar met name de ambulances van RGD en AZ hebben het moeten ontgelden. De RGD-ambulances die moesten de COVID-positieve thuis ophalen en AZ die moest de complexe en erg zieke COVID-patiënten vervoeren. Het was geen gemakkelijke taak. Niet voor de RGD, niet voor AZ, maar ook niet voor de overige instellingen die overigens ook de COVID-patiënten moesten vervoeren. We hebben dit alles gedaan terwijl wij op een gegeven moment wisten dat de betaling voor de verritten niet door de verzekeraars werd vergoed. Ik ben zeer verheugd. Ik zat echt uit te kijken naar deze dag vanuit het ministerie. Mevrouw Redan weet het ook, we hebben lang gesproken hierover. En we hebben gekeken, president, naar de behoeften, maar ook de rol die daarnet is weergegeven van de verschillende instellingen in het ambulancepark van Suriname. En ik ben blij dat in ieder geval de donatie van Japan, waar we ook ruim 2 jaren aan gesleuteld hebben, ook geleid heeft tot inmiddels het opleveren en het aanwezig zijn van deze ambulances, waardoor we in één geheel vandaag voor het eerst 12 ambulances kunnen schenken aan de instellingen, zodat de samenleving en die hulpeloze burger, maar ook de zieke patiënt, vervoerd kan worden op een professionele wijze in een, u mag het straks zelf bekijken, in een hele moderne ambulance, welke voldoet aan de moderne eisen en welke ook dusdanig ingericht is dat de praktische layout van de ambulance ook bevorderend is voor het welzijn van de patiënt en de zorgverlener. En we zijn er vandaag hier op een zeer gezegende dag om een zeer belangrijke handeling te verrichten naar de Surinaamse samenleving. U heeft al gehoord, dat gaat om 12 ambulances, waarvan ieder van 9 door de staat aangekocht, overgedragen gaan worden aan de samenleving via de zorginstellingen. Maar het gaat niet alleen om de overdracht van deze ambulances. Die overdracht, de aanschaf, de donatie vanuit Japan, dat moet je tegen de achtergrond zien van waar wij staan vandaag als regering. Na ruim 1,5 jaar regeren en straks gaan we naar 2 jaar verkiezingen. Dat wil zeggen dat wij hebben laten zien dat nadat we een failliete boedel hadden overgenomen, failliet voor wat betreft onze financiële positie, maar ook voor wat betreft de gezondheidszorg, dat we vandaag laten zien dat we niet alleen die financiële crisis al beheersen, maar dat we ook met onze eigen besparing in staat zijn te investeren in die gezondheidszorg door met eigen middelen ambulances aan te schaffen. Maar tegelijkertijd met ons beleid, het investeren in het buitenlands beleid en het creëren van vertrouwen vanuit de internationale gemeenschap naar ons toe, dat we ook medewerking, ondersteuning krijgen van de internationale gemeenschap op verschillende gebieden, met verschillende injecties en verschillende programma's
en Japan dat gekozen heeft om ons te ondersteunen in de gezondheidszorg met ambulances. Ziekenhuizen die moeten samenwerken op heel wat gebieden. We hebben gezien hoeveel weerstand en hoeveel vertraging er niet geweest is op het gebied van de niertransplantatie. Vanaf ons aantreden zijn we bezig om dit goed aan te pakken. Maar ook daar waren er issues. Soms beleidsmatig, soms financieel, maar veelal ego's. Veelal ego's die zorgen dat een belangrijke doelgroep daar niet op tijd geholpen kan worden. Samenleving, gefeliciteerd. Ziekenhuizen, gefeliciteerd. Maar ik kijk ook uit naar een goed onderhoudsplan, goed beheersplan, goed inzetplan, zodat we in lengte van jaren gebruik mogen maken van deze kapitaalinvestering, waar het volk geïnvesteerd heeft in de aanschaf van deze ambulances.